Hallo iedereen, ik ben Moos, jullie straatinterviewer. Jullie kennen me misschien nog wel. Vandaag ga ik mensen interviewen over vrijheid. En we gaan kijken of je vrijheid een beetje is aangepast. Doordat de winkels en de horeca, die zijn natuurlijk niet meer open. En de avondklok, die is weg. Dus let's go. Wat betekent vrijheid voor jou? Vooral dat ik gewoon vrij rond kan lopen en rustig winkels kan bezoeken. Wat betekent vrijheid voor u? Vrijheid, jezelf mogen zijn en zelf je keuzes maken. Vrijheid, doen wat je zelf wil, eigen keuzes kunnen maken. Ja, dat denk ik. Vrijheid, dat is alles. Ja, dat is een moeilijke vraag, maar dat is belangrijk, heel belangrijk. Dat iedereen zichzelf kan zijn en in een veilige omgeving is. Dat iedereen zijn eigen ding mag doen en gewoon vrij is om te doen wat ze willen doen. Waarom vier jij 5 mei? Nou ja, om de vrijheid te vieren, toch? De vrijheid waar we allemaal denk ik wel zeker weten recht op hebben. Het is een belangrijk iets. Ik zou er graag wel aan mee willen doen. En vooral vind ik het ook wel belangrijk, eerlijk gezegd. Omdat ik het belangrijk vind om te laten zien wat er vroeger voor ons is gedaan en dat dat ook gevierd wordt. Waarom ik 5 mei vier? Ik vier nooit 5 mei. Omdat het belangrijk is dat Nederland weer gewoon vrij kan leven. En heb jij je wel eens niet vrij gevoeld? Zeker, dat was wel, ja. Ik heb me wel vakere keren wel eens niet echt vrij gevoeld, maar ik weet niet meer precies waarom. Maar ja, ik denk gewoon vaak door dat er limieten zijn gesteld waarbij ik niet echt iets kon doen. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou ja, ik ben als vreemdeling hier gekomen. Ik ben in Chili geboren, dus daar was je in rond de jaren 80 niet zo vrij. Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, sinds corona wel een beetje. Nee. Ja. En wanneer dan? Als je bijvoorbeeld ergens bent en je zeg maar niet jezelf kan zijn, omdat je dan wordt afgezeikt of zoiets. Is vrijheid een recht? In mijn opinie wel. Absoluut. Ja? Ja, iedereen moet zich vrij kunnen voelen. En zijn eigen keuzes kunnen maken. Ik vind van wel. Ik vind dat iedereen de vrijheid verdient. Dus dat wel een recht is, ja. Het is voor iedereen is het gewoon. Moet vrijheid er zijn? Ja, het is een recht, ja, zeker. Ik denk het wel. Mag jouw vrijheid ten koste gaan van een ander? Daar ben ik niet zo zeker over. Het zou denk ik niet het geval zijn. Dat ligt eraan. Ik vind dat iedereen hetzelfde verdient. Dus dat niet ten koste moet gaan van een ander. Nee. Zeker niet. Nee? Nee? Waarom niet? Omdat ik vind dat we allemaal vrij moeten zijn en niet bepaalde mensen.